verblurring, nieuwe concepten, daar moet ruimte voor komen. Wat heeft de wethouder gezegd? Nou ja, eigenlijk wil je daar graag in meedenken en samenwerking. En nou, ik vond het een prima gesprek. Alleen hij loopt natuurlijk nog wel tegen een bepaalde regelgeving aan waar hij mee te maken heeft. En daar hebben we samen gekeken van wat kunnen we daaraan doen. Je ziet inderdaad dat het belangrijk is met toenemende internetverkoop voor de retail. Dat zij meer een beleving zijn voor de consument dan voorheen. En je ziet dat ook veel ondernemers daardoor aan blurring zouden willen doen. Een van de meest opvallende is het schenken van bijvoorbeeld een glaasje Prosecco bij het kopen van een mooie bruidsjurk. Dat is een voorbeeld. Dat kan op dit moment niet volgens landelijke wetgeving. Kijk, ik zeg al, wij schenken geen drank of wat dan ook. We schenken een kopje koffie en een kopje thee en een frisdrankje. En een klein vingerhoedje. Je kan het niet zien als schenken. Het is gewoon bezegelen. Het mag op dit moment niet. In Rotterdam zeggen we alleen de handhaving daarvan heeft geen prioriteit. Wordt er een melding van gedaan, dan zijn we wel verplicht volgens landelijke wetgeving om daar iets mee te doen. Dus in die gevallen moeten we iets doen. Maar afgezien daarvan heeft de handhaving op dit punt geen prioriteit in Rotterdam. Hoe kun je een oplossing bedenken, vinden, binnen de wet, binnen de regelgeving die er is, om als ondernemer wel het maximale eruit te halen? Dus ik zou niet dan in de hoek gaan zitten en zeggen van nou, die gemeente die handhaaft maar en wat dom is dat. Nee, de gemeente kan niet anders. Ze moeten handhaven. Maar ik zou dus in gesprek gaan met de gemeente. Wat kan ik wel? En welke mogelijkheden zijn er wel voor mij? Ongeveer 90% van de regels komen vanuit het Rijk. Wat kan een stad doen om het ondernemen wat makkelijker te maken? Regels zijn er niet voor niks. Veel ondernemers hebben ook belang bij regels natuurlijk. Maar het is wel belangrijk dat men begrijpt waarom bepaalde regels er zijn. En we doen ook daarin onze eigen experimenten in de APV, de Algemeen Plaatselijke Verordening, hebben we nu sinds kort in Rotterdam een experimenteerartikel opgenomen, waardoor we ook bij wijze van proef kunnen afwijken van onze eigen regels om te kijken hoe het gaat. En we doen daarnaast op de Westkruiskade de proef anders geregeld. Dat gaan we een jaar lang doen samen met de ondernemers al daar, waarbij ze zelf kunnen aangeven welke regels zitten ons dwars of welke regels zouden aangepast moeten worden. En kunnen we dat daar ook proefondervindelijk uitvinden hoe het anders kan werken. En dat willen we toch als detailisten, dat de mensen weer naar de stad toe komen en gewoon weer gezellig kunnen gaan winkelen. Dus ja, nou, wat maakt het uit? Je krijgt koffie, je krijgt thee, maar waarom niet een wijntje of een biertje erbij? Dat maakt het alleen maar gezelliger. Het is een en-en verhaal. Kijk, ik vind dus gewoon dat er in een kledingzaak wel een biertje geschonken moet kunnen worden of een wijntje. Maar dan moeten we ook accepteren dat in de horeca dat andersom, ja, daar mogen dan ook schoenen verkocht worden. En ik zou me niet zo druk maken over de aantallen die dan daar gaan plaatsvinden. Ik denk dat het veel meer te maken heeft, de consument kiest wel de goede gelegenheid waar hij graag zijn artikelen wil kopen. Of waar hij zijn wijntje wil drinken.